De Europese Commissie lanceerde twee voorstellen tot raadsaanbevelingen. Eentje rond digitaal onderwijs en eentje rond het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Wat houden deze twee voorstellen nu precies in? In het kader van het Europees jaar van de vaardigheden lanceert de Europese Commissie twee voorstellen tot een raadsaanbeveling. Eentje voor onderwijs en opleidingssectoren te ondersteunen bij het ontwikkelen van hoogwaardig digitaal onderwijs. En eentje voor de digitale vaardigheden van alle Europese burgers te verbeteren. De Europese Commissie wil hier twee uitdagingen mee aanpakken. Enerzijds het ontbreken van een overheidsbrede aanpak rond digitaal onderwijs en opleidingen. En anderzijds de moeilijkheden om mensen de nodige digitale vaardigheden aan te reiken. Dit past natuurlijk ook allemaal in het kader van de inspanningen die de Europese Commissie doet om Europa verder te helpen richting die digitale transitie. Een voorstel tot raadsaanbeveling moet goedgekeurd worden door de Raad, door de lidstaten dus. Die aanbevelingen zijn niet bindend, maar er wordt wel verwacht van de lidstaten dat ze bij het opmaken van hun nationaal beleid die aanbeveling volgen. De Europese Commissie verwacht dat tegen eind 2023 beide aanbevelingen goedgekeurd zullen zijn. Wat omvat het voorstel tot raadsaanbevelingen rond digitaal onderwijs en opleidingen precies? Lidstaten blijven het moeilijk vinden om voldoende investeringen te vinden voor digitaal onderwijs. Dit gaat dan over investeringen in infrastructuur, materiaal, digitale onderwijsinhoud en de juiste opleidingen voor leerkrachten. Dit voorstel roept lidstaten op om brede toegang tot inclusief en digitaal onderwijs van hoge kwaliteit te verzekeren, om zo de digitale kloof ook kleiner te maken. De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat die digitale kloof nog altijd bestaat. Dit kan onder andere worden bereikt door het opzetten van een kader rond investeringen, governance en lerarenopleiding. Alle lidstaten zouden een overheidsbrede aanpak moeten lanceren die de samenwerking tussen verschillende sectoren, stakeholders en alle lagen van de overheid versterkt. Daarnaast moeten er ook opleidingen worden voorzien om alle leerkrachten te ondersteunen bij het inzetten van digitale technologieën in de klas. Waar gaat het voorstel tot raadsaanbevelingen over het ontwikkelen van digitale vaardigheden precies over? In het voorstel tot een raadsaanbeveling voor het ontwikkelen van digitale vaardigheden richt de Europese Commissie zich op elk onderwijsniveau. Want in zowat alle lagen van de bevolking is er nog werk aan de winkel. Lidstaten worden opgeroepen om zo vroeg mogelijk te beginnen door digitale vaardigheden op een coherente manier doorheen alle niveaus van onderwijs en opleiding aan te bieden. Door hoogwaardige informatica op scholen te ondersteunen, kunnen ook zoveel mogelijk leerlingen gelijke kansen krijgen om digitale vaardigheden te ontwikkelen. Hogescholen worden dan weer aangemoedigd om digitale vaardigheden in alle disciplines te blijven ontwikkelen en om meer in te zetten op geavanceerde vaardigheden. Ook in het beroepsonderwijs en het volwassenenonderwijs moeten digitale vaardigheden meer aan bod komen. De Europese Commissie wil namelijk van 9 miljoen werknemers in de sector in 2021 evolueren naar 20 miljoen werknemers tegen 2030. De Europese Commissie zal lidstaten ondersteunen door het gericht inzetten van Europese subsidieprogramma's en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven, zoals het European Digital Skills Certificate of het European Digital Education Hub. Wil je meer weten over de raadsaanbevelingen rond digitaal onderwijs en het ontwikkelen van digitale vaardigheden? Neem dan een kijkje op onze website of neem contact met ons op.